Het plan was om in november met de markt naar het plein tussen de Boekenberg en de Dorpskerk te verhuizen. De plannen zijn door omstandigheden gewijzigd. Wij spraken met de marktmeester van de markt op Spijkenisse over de planning van de verhuizing en hoe het nu eigenlijk met de markt van Spijkenisse gaat. Hoe gaat het met de markt? Met de markt gaat het, ik denk, goed. Beter dan dat het was. We hebben natuurlijk een hele goede markt gehad in het verleden. In het verleden hadden we een markt met bijna 100 kramen hier op dit terrein, waar we binnenkort natuurlijk terug gaan. En we zijn verhuisd in 2000, omdat de werkzaamheden hier moesten plaatsvinden. Op het moment dat de euro kwam, hebben we een moeilijke tijd gehad. De markt is een beetje ingezakt, het bezoek bleek weg, de markt raakte leeg. En daar zijn we wat aan gaan doen. En we hebben het opgepakt en we zijn de markt gaan promoten. We zijn gaan kijken van wat hebben we nou nodig om die markt weer wat succesvol te maken. En op dit moment merk ik wel dat de markt weer een beetje in de lift zit. De markt zelf komt wat voller, het bezoek komt een beetje terug. De koopman is weer enthousiast, het publiek wordt enthousiast. En daar word ik enthousiast van. Op welke manieren hebben jullie geprobeerd de markt te verbeteren? We hebben geprobeerd de markt te verbeteren door de leegstand weg te nemen op de markt. We merkten dat er wat lege kramen waren. We hebben gedacht van nou, we halen alles bij elkaar. Dus we zetten alles in een groepje. En dat heeft geresulteerd in een hele lege rij achterin. Daar hebben we over nagedacht wat we daarmee moesten doen. We hebben gedacht aan activiteiten. Maar ja, je kunt niet elke week activiteiten houden. Dus we zaten eigenlijk met een probleem in een lege plaats. We kwamen op het idee om daar een rommelmarkt te situeren. Omdat over het algemeen rommelmarkten best wel leuk lopen. Ook gezien de aanstaande crisis die toen al werkte. Dachten we van nou, misschien is dat een leuke ingang. En hoe loopt die markt? De rommelmarkt op zich loopt erg goed. Zeker op zaterdag is die erg succesvol. Daar heb ik een wachtlijst om te mogen staan. Dinsdag gaat wat moeizaam. Ik denk wel dat er wat minder mensen vrij zijn op dinsdag. En dus het aanbod ook kleiner is. En wanneer gaat de daadwerkelijke verhuizing plaatsvinden? De verhuizing gaat plaatsvinden, ik denk, medio maart volgend jaar, in 2013. De plek waar we nu staan is kleiner waar de markt nu staat. Denkt u dat het voor problemen gaat zorgen? Nee, we hebben uitgemeten wat we nodig hebben aan meters. En we hebben hier het traject uitgezet. En volgens mijn berekeningen moet dat passen. Wat denkt u dat de gevolgen zijn van de verhuizing? Van de verhuizing, ik hoop dat er gevolgen zijn, dat er een verbetering plaatsvindt. We hebben sowieso een betere entourage. We staan naast een hele mooie bibliotheek, we staan naar een mooie kerk. We hebben een heel mooi plein hier om ons heen. Het is echt helemaal af. En wij krijgen een mooie bebouwing eromheen. We hebben nieuwe huizen eromheen, nieuwe bewoners. Ik verwacht gewoon een succes van deze markt op dit terrein. De locatie is gewoon een stuk beter. De locatie is super, ja. Waar kunnen we lopende acties vinden van de markt? Lopende acties kunt u terugvinden op de website van de markt, www.marktspijkenisse.nl. Daar wordt alles op bijgehouden wat de markt aangaat, is uiterst actueel. Alle aanbiedingen staan erop, alle acties staan erop, alle kooplieden staan erop, alle markttijden, wat er ook aan de hand is. Op dit moment verloten we een fiets, staat er ook op. Onze pagina voor Twitter staat erop, Facebook. Social media doen we aan. Dus je kunt eigenlijk op alle mogelijke manieren op internet de markt terugvinden met alle aanbiedingen, acties en wat we ook doen.